Ik kan voorstellen, de beide quizmasters van vanmiddag, Loes Heij en Hans Krol, allebei van de historische kring. Het is overigens ook een activiteit die wordt georganiseerd door de historische kring, Stad en Amt Almelo. Ik hoop dat we een hele gezellige, fijne, leuke middag gaan hebben. En dat er uiteraard aan het eind van de rit ook een winnaar is, een terechte winnaar uiteraard. Vandaag hebben we de Almelo geschiedenisquiz gehad in de bibliotheek van Almelo. En dat was een geslaagd gebeuren. We hadden 8 verschillende teams, zoals de coalitie van de gemeenteraad, maar ook ondernemers, veteranen van het onderwijs, gezondheidszorg. Zo hadden we 8 teams, verdeeld over 2 rondes. Hebben zij steeds 3 keer 5 vragen over verschillende categorieën, Tweede Wereldoorlog, cultuur, economie, moeten beantwoorden. En uit beide rondes is een winnaar gekomen. En die winnaars hebben tegen elkaar de finale gespeeld. En die was bloedstollend spannend. Maar uiteindelijk heeft, ja, natuurlijk niet helemaal zomaar, kwam niet helemaal uit de lucht vallen, toch het team cultureel erfgoed gewonnen. Dit plaatje geeft de situatie weer in de eerste helft van de 20e eeuw. Ja? Laat hem op u inwerken. U ziet daar een imponerend pand. U ziet misschien voor uzelf een prettige kroeg. Het is een plek aan de Grote Straat Zuid. En de vraag luidt: de eerste bewoner was Salomonsson. Daarna was het in gebruik als postkantoor. Wat is het nu? Er heeft niemand zichtbaar gedrukt. 2. Amaliaplein. Het antwoord is goed. 1 punt voor veteranen onderwijs. Wij zijn vorig voorjaar al begonnen met de bedoeling dat het vorig jaar oktober gehouden kon worden. Maar ja, met corona, hè, dat heeft toen stilgelegen. Dus toen hebben we denk ik bijna 3/4 jaar niks gedaan. Maar toch al vanaf mei ongeveer zijn we er weer fanatiek mee bezig geweest. En vooral Hans Krol, dat is echt de man achter de vragen. Dit is de Brugstraat, dit is de brandweerkazerne. Er komt een nieuw gebouw, ik heb daar de contouren van gezien. Ik denk, het wordt prachtig. En gelukkig wordt ook de versiering aan de wand weer teruggeplaatst. Hier volgt de vraag: welk gebouw stond op deze plek voor de brandweerkazerne? 4. Algemeen ziekenhuis. Ja, algemeen ziekenhuis is correct. Het antwoord algemeen. Wij waren echt verrast dat er, ik denk dat er zeker 60, 70 man aanwezig was. Op een goed moment. En dat was meer dan we hadden durven hopen. Het is natuurlijk een beetje onduidelijk, hè, in deze tijd. Van komen de mensen of vinden ze het toch nog een beetje griezelig? We gaan eerst evalueren. En ik denk als je het net gedaan hebt dat je denkt van oh, dit was zoveel werk. Dat gaan we niet meer doen. Maar nou, het zou best kunnen als we nou weer eens even een paar weken overheen zijn gegaan. Dat we zeggen het was toch wel erg leuk. We gaan het volgend jaar weer doen. Maar ik durf niks te garanderen.